Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag 17 november, bijna 11:30. Het meisje ligt nog te slapen. Ik heb even wat ontbijt voor de gemaakt. Ik ga even met de hondjes lopen en daarna ga ik aan het werk. Ik wens je vast heel veel kijkplezier. Goedemiddag allemaal, welkom bij de vlog. Ja, het is nu alweer 3:03. Ik kreeg onverwacht bezoek van mijn vriendin Naomi. Ja, erg gezellig. Ja. Ik heb nou net even hier de woning gestofzuigd en gedweld. Kijk, kunnen jullie zien dat ik het heb gedweld? Volgens mij net wel. Ja, kijk maar. Daar is nog een beetje nat. Als jullie het heel goed kunnen zien. Hier is het nog nat en hier is het al droog. Dus ik ben... Kijk, jullie zien echt wel het verschil. Dat het daar nog nat is en hier droog. Ja. Ja, het is op sommige plekken nog een beetje droog, nat, droog. Ja. Nee, ik heb Rode zo lekker aan de telefoon. Ja, gezellig. Dus Rode heeft al lekker de hele middag al lekker de hondjes bij hem. Dus ja, ik denk, nou, dan ga ik lekker een beetje lang liggen. Nat. Nee, maar dat geeft niet. Maar het maakt mij ook niet uit. Nee. Dus kon ik even lekker eventjes mijn dingen doen. De wasmachine staat alweer aan. Ja, ook nodig. En dan vanmiddag even misschien samen met Ro even hier even er doorheen. Want ook de pomponnen moeten nog gemaakt worden. Voor de bruiloft. Eigenlijk is dat het enige wat eigenlijk een beetje gedaan moet worden. Maar we kunnen ook nog wel andere leuke dingetjes nog verzinnen. Want ik heb nog roosjes over. Ja, ik heb nog roosjes over. Dus kunnen we ook nog wel misschien wat mee doen. Misschien een soort van slingertje maken of zo. Weet ik veel wat we ermee kunnen. Want ik heb nog wat lint. Kunnen we ook nog wel even iets mee doen. Dus we kunnen het zo gek nog leuk maken zoals wat en wat wij willen. Dus ja. Dus Ro gaat nu even het karretje wegbrengen. Dan brengt hij de hondjes hier naartoe. En dan gaan we samen nog eventjes naar het winkelcentrum. Dus ja, ook gezellig. Ja. Dus ja, we zijn lekker druk bezig. Hij is even aan het werk geweest. Hij heeft de hondjes dus inderdaad meegenomen. Ik heb bezoek gehad. Moet nog even een andere kleed op en op de beide banken schoon en wel. Dus ja, we zijn er nog niet. Maar we zijn lekker bezig. En er moet nog een was opgevouwen worden. Hier achter mij moet ook nog even gebeuren. Dus lekker bezig. Ik heb eigenlijk een beetje de oude, hoe heet dat, moet ik zeggen? Nog niet helemaal, maar mijn oude energie terug. Ja, ik kan even wat meer, heel gek gezegd. Ja, is wel lekker eigenlijk. Hey, dat is leuk. Ja, een hele goede avond. Ja, ik ben de bakker van het leger. Die zat aardig vol. Ja, dat moet ook even gebeuren. En dan weer even een droger aanzetten. Dat is de schone was, die mag ook zo meteen naar boven als deze klaar is. Die uit. Die uit, ja, toen was het donker. Ja, erg handig. Een donker huis te hebben is leuk. Heel leuk. Hoi! Hoi. Was jij er ook? Ik was er ook, ja. Dat is gezellig. Scheelt je. Ja, ja, gaat dat lekker opeten, dat is mooi. Ja. Het is al ver over de datum. Er zitten ja, brokjes nou. In. Hè? Er zitten brokjes in. Ja, nou. Ga jij lekker eten? Ja, ja. Ik kan nog even jus maken zo. Nee. Blijkbaar niet. Nee, blijkbaar niet. Jammer dan. Spek gehad. Toch doen. Ja. Eeuw, vies. Moet je het ook niet eten? Niet eten dan. Weggooien. Ook betaal. Niet eten dan. Dan kun je ook voedselvergiftiging krijgen. Gadver, weggooien alsjeblieft. Gadver. Mens, hij is gek. Het is een beetje zuur, dat is tegen.
Ver. Meen zij is gek? Zeg er eens wat van. Dat hij gek is. Een beetje zuur. Gadver. Dan moet je suiker erin doen. Is het wat zoeter? Met suiker, weet je hoeveel suiker er al in zit. Nou, dit is helemaal vies. Heb ik een vraag aan jou. Kun jij deze zometeen, deze dop open krijgen? En dan het overige hier zo. Nou, dat, ja, ik krijg hem namelijk niet voor elkaar. Daarom had ik dus ook al een mesje gedaan, maar ik krijg hem niet voor elkaar. Uitkijken, ja, ik krijg hem niet voor elkaar. Nee, zo vertrouwen onder zijn geluk dan. Ja, doe jij dat dan? Ja. Mooi. Ik ben de kelder onder Jan, dus voor het aan. Nou, dan moet je dat zometeen gaan doen, ja. Je weet dan dat dit nou wordt echt gevlochten, dat weet je. Neem dat stil. Ja! Al de hele tijd! Die camera uitbracht. Hij filmt toch al de hele tijd al, hoor. 3 minuten lang. Heb je een hapje? Nee. Yummy. Nee. Nou ben ik eens eventjes en de meesteres, ja? Nee. Meesteres. Meesterin. Juf, ben je dan. Ja. De meesteres, ja. En jij bent de meester op school. En ik ben de meesteres. Dat is de vrouwelijke vorm van juf eigenlijk. Juffin? Nee, en de meester. Dat is eventjes een grapje tussen Ro en mij. Ja, moet kunnen. En wat is... Nee! Flikker op! Idioot! Mafkees! Gek! Mafklapper! Ben jij hier en Jan Hokken? Nee toch? Oh, wat zeg ik nou? Nee. Ah. Volgens mij niet hoor. Nee. Wat is leuk. Het is grappig. Die ijsklopjes van je. Ik heb een heel leuk liedje, dat gaat je irriteren. Hey, nee! Kom erop. Hij is vervelend. Zeg er wat van. Ja, yeah. Nou, de magnetron staat nu aan. Kijk maar. Ik ga hetzelfde eten als gisteren. Ik ben even nu even een shootje aan het maken. Ro, die vond het niet heel erg lekker, maar ik wel. Dus ik kijk anders dan anders. Dus ja. Ja, en ik weet, het is laat. Maar we waren eventjes in slaap gedommeld. We zouden gaan eten. We waren allebei moe. Ja, en dan heb je dat, hè, dat je even zo'n kwart over 11 nog wat gaat eten. Heel slecht, we weten het, maar... Ach ja, wat doe je eraan? 2 keer, 3 keer dubbel niks, toch? Nee. Helemaal 2 keer, 3 keer dubbel niks. Nee. En als mensen in de wijk iets tegen me hebben, zeg het gewoon face to face in mijn gezicht. Niet achteraf. Nee. Kijk maar eens even een keer naar Patty Brad. Ja, precies. Hé, schat? Ja. Ja. Patty Brad, die is eerlijk. Zouden meer mensen moeten doen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 18 november. 11:15. Meisje ligt er even een beetje na te slapen. Ik ga zo even het hondjes lopen. Daarna gaan we naar mijn ouders, haar schoonouders. Om even gezellig te lunchen. En vanavond komt er nog een ex-collega van mij langs. En dan gaan we gezellig eten met z'n allen. Dat is vast heel veel kijkplezier. Een hele goede middag. Ja, ik ben ook al aangekleed. Ja, Rodi had lang geopend, had ik al gehoord.
Zo. Zo, sta ik op mee. Ja, zet ik op mee. Nou, zonnebril heb ik mee. Ja. En dan gaan we naar mijn schoonouders. Ja, gezellig. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Dus we nemen jullie ook. En dan ben je gezellig mee. Ja. Toch? Ja, heel gezellig. Ja, dat heel, dacht heel ik. Gezellig. Hi. Hi. Nee, wat in je, bij je neus? B. Huh? Ja, ba. Ja, ja ba. Ja. Is het ba? Nee, aan deze kant. Ja, en nou zit het in je snor. Ja, het is er nou uit. Bleh. Weet niet wat het was, maar dat was vies. Een hele goede middag. Het is alweer bij. Het is nou net niet bijna, maar het is 2:30 geweest. Ja, het is 2:30 geweest, mensen. Jeetje, wat gaat hard op een zondag. En dan vanavond gaan we ook nog ergens gezellig eten. Gezellig, maar hoe laat? Moet ik even kijken. Hoe laat was dat ook weer? Ja. Eens even kijken. Eens even koekeloeren. La 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 la. Tralali, tralala. Moet ik even kijken waar het was. Even kijken. Even kijken hoor. Hoe heet die ook alweer trouwens, by the way? Wie heet dat? Ja, voor vanavond. Je, en je, hè? Steven Horner. Want ik wou gaan zoeken, maar... Even kijken hoe laat het ook alweer was. De. Om... 1800. 6:00 vanavond gaan wij lekker eten. Heerlijk, lekker eten. Daar gaan we ook weer naartoe. Waarschijnlijk de Valkmans. De wat? De Valkmans, maar... Even kijken. Ik weet even zo. Of hij heeft iets ergens uitgezocht. We gaan daar naartoe. Dat kan ook. Even kijken. Ja, 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 ja. Dat is fantastisch nieuws. Graag ga ik in op de uitnodiging. Al even geleden. Dus hij komt toch ook dan? Ja, dan komt hij ook. Op de receptie. Heb je dat al aangekaart? Nee, zeker. Nee dan. Want je zit al veel te lang na te denken. Ik krijg een lamme harm zo. Tralali, kijk. Pak een stoel en kom zitten. En niet op je hurken gaan zitten. Nee, die bureaustoel. Kom. Zit je wat hoger. Jeetje. Mannen, je kan er niks mee. Receptie. Even kijken. Bzzt. Nee. Volgens mij niet. Even kijken. Oh jawel, ja, 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 wel, ja, 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 niet deel, nee, dat is dan de receptie, schrijf je dan op, receptie. Zo, opslaan, top, oké. Nou ja, we gaan even kijken hoe we gaan eten en dan zijn we jullie gewoon gezellig mee, toch? Heel gezellig. Nou ben je het tenminste voor te verstaan. Heel gezellig. Oké. Okay. Alleen je moet voor wat... mij komt dat als hard schreeuwen. Hoor. Nee, dat is niet hard schreeuwen. Voor mij wel. Dit is hard schreeuwen! Daar kan je ook schreeuwen! Ja, dat is ook niet zo hard. Nou, maar dat is ook niet hard schreeuwen. Ik vind hard schreeuwen. Nee. Ja, gewoon normale conversatie dan. Is goed genoeg. Ja, maar jij moet niet zo binnen mans gaan praten. Je moet dit gaan doen. Dit juist. Want dan kan ik ook wat beter gaan editen als die beeld en geluid niet goed doet. En gaan switchen. Dan moet ik gaan knippen. En dan is het zo moeilijk van wat zeg jij nu?
Want dan kan ik amper lip lezen. En als jij dit gaat doen, dan kan ik beter lip lezen. Is goed. Dat is mooi. Dus wat meer erop gaan letten. Letten, oké. Letten. Letten. Nee, niet letten. 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 Nee. Kijk eens naar mij. Letten. Ja, je gaat het maar leren. Letten. Ik hou van jou. Van letten. Nee, ik hou van jou. Ik hou van jou. Nee, je moet wat meer met jouw lippen gaan bewegen. Ik hou van jou. Ja, maar leer het maar in de spiegel. Pak een spiegel en ga hier oefenen. Logopodie heet dat. Dat is leuk. Ga ik hem wel leren. Nog voor de bruiloft praat hij normaal en is hij bezig met zijn lippen te bewegen. Gaat hij ook en ook wat beter gaan praten naar jullie toe. Mm. Bij deze heb ik dat beloofd. Naar jullie. Ja, ja. Ja. Ik vind het goed met jou. Echt waar. Alleen het is een beetje donker. Ja. Nee. Ik heb geen zin in. Ja, of je moet even snel halen. Dat is ook leuk. Ja, precies. Ja. Dat is een hondje. Dat is een hondje. Alleen we zien een beetje weinig. Ja. We moeten echt zo'n dingetje gaan bestellen. Met zo'n... Hoi. Met zo'n dingetje eraan en dan kennen we de lamp. Ja, zo'n ding met die dingetjes staan. Ja, precies. En dat wordt volgende maand of zomaar. Ja, wij zijn in Scheveningen. Gezellig. Scheveningen. En moet je betalen, Steven? Vertel. Zaterdag, zondag. Zaterdag tot 10 uur, zondag. Max een uur. Betalen is mogelijk 3 uur. Max 1 uur, oké. Okay. Wacht even. Zaterdag tot en met donderdag. 3,5 euro per uur? Ja, het is hier duur. Het is hier heel duur. Ja. Het is hier heel duur. Ja. Ja? Ja. En dan nog je kenteken. God. Maak er anders even een foto van, dan hoeft het ook niet te... Zo. Ik denk 99. Dat weet ik niet. Ik heb er niet op gelet. Nee. Ik heb ook... En hoeveel moeten we rekenen? Zo, vraag me wat. Ik kan niet weten. Zo, woe, ja. Yeah. We zijn nou lekker in Scheveningen. Is lekker, gezellig hier. De zuist hier ook zo lekker. Heerlijk. Maar ik moet even kijken. Want, dit is hier ook, wat jullie ook wel zien. Het is hier al lekker dicht. Ik kan niks betalen, dat is leuk. Kijk, dit ziet ook allemaal uit. Dus ik ga even kijken. Even kijken. Hier staat ook niks op. Oh, dat is het hek. Welk hek? Jongens, dat is dat. Nee, ik zie verder niks dat je moet betalen hier. Dat is leuk. Dat is gewoon gezellig. Ja, nou dan gaan we hier. Nee, ook niet parkeren. Kijk, er staat hier een P. Dus dan mag je hier gewoon parkeren. Ja. Nou, dan gaan we dat toch lekker doen. Zo. Gratis parkeren. Hier in Scheveningen. Ja, dan moet je mij gewoon meenemen. Weet je precies waar je hier kan parkeren. En het is wel een beetje frisjes. Maar oké. Heb je ook een verhaal van me of niet? Het is lekker weer. Alleen het waait een beetje. Maar zo, ik moet eventjes naar de heren toe lopen. Kijk. Ik ben nu op stap met twee heren. Die. Leuk. Ze wouden niet draaien. Ook leuk. Grappig. Nou ja. Ook gezellig. Nee. Mijn beeld wil niet draaien. Wel een beetje raar. Nou. Hè? Huh? Ja hoor, meester. Meneer. Kijk.
Zurken zijn er lekker op Scheveningen. Lekker. We mogen niet klagen. Het is een beetje frisjes. Ja. Rodizio.
Ja. Rodisio. En nee, we maken geen reclame en we worden er ook niet voor gesponsord. Helaas, pindakaas. Dankzij deze meneer, die ik nu sinds hoeveel uur? 8 uur. Het komt over op de hond op de YouTube, hè? Hè? Is het oké? Okay? Dat is mooi. Dat is leuk. Heerlijk gegeten. Dankzij Steven. Dankjewel. Ga je gewoon opgeven, toch? Dankjewel. Heb je ook lekker gegeten? Was het fijn? Heel lekker. Waarschijnlijk. Was het fijn? Ja, ik hoor je niet, precies. Ga maar. De muziek staat hard. Ja. Ja, ik hoor een praat open. Oké. Al de buffalo. Ja, precies, de buffalo. De pinguïn was wel een beetje pinguïn. Nee, ik ook niet. Ja, jammer. Hè. Dus. Nou, dus zien jullie straks thuis weer, toch? Of zo. Weet niet wanneer ik weer ga vloggen. Nee. Misschien pas morgen. Je weet het niet bij ons. Goedenacht allemaal. Ja, welkom bij deze eind van deze vlog. Ja, ook leuk. Het is nou, even kijken. 2:01 in de nacht. Ja. We hebben lekker gegeten wat jullie wel hebben kunnen zien. Ja, een mooie act gezien. Ook onwijs leuk. Heb je ervan genoten? Zeker. Eten was erg lekker. Ja, vertel. Act was leuk. Eten was lekker. Ik kwam met dingen langs. Dus zei ik wel, doe maar. Ja. Spiezen geloof ik, van die enorme spiezen. Sneed hij een stuk van vlees af of zo. Ja. En sommige dingen waren erg lekker. Eén ding was niet zo smakelijk. Dus dat heb ik apart gelegd. Zoals wat? Ik weet niet wat het was, maar het was iets niet heel erg lekkers. Het was iets ingewikkelds. Ingewikkeld in iets anders. Oh, lekker met spek, lekker bacon. Nee, dat was iets anders. Nou, wat dan? Ik weet niet, maar het was niet lekker. Dat met dat bacon, een soort van... Lekker zout. Blinde fik. Het was erg zout. Dit andere was gewoon... Nou, dat was niet... Nee, dat is leuk. En Steven was er ook. Gezellig. Dank je, Steven. Nog een keertje. Okay. Nog een keertje. Gezellig. De volgende keer trakteer ik. De 11e. Van de 12e. Nee, maar dat trakteren wij. Wij op jullie. Wij. Wij trakteren. Ik trakteer jou, jij trakteert mij. Ja, en wij trakteren Steven weer. Steven, die ons nu getrakteerd heeft. Ja, precies. En de rest, en die allemaal komt. De rest die niet komt, die wordt ook niet getrakteerd. Nee. En ben je niet uitgenodigd en je komt wel, is het €15 intrek. Ja, dan krijg je wordt getrakteerd op de rekening. Ja. Dan krijg je een consumptiebon, 2. Ja. En dan mag je €15 betalen en dan mag je naar binnen. Ja. Dat is ook leuk. En als je lief bent, dan krijg je nog een derde consumptie erbij. Ja. Misschien bon. Ja. Dus. J&J, dus als jullie willen komen, wel even zeggen. Ja. Zo zeggen. Dan kennen jullie op de lijst. Ja. Zo niet. En je komt wel, dus het €15 per persoon, hè? Ja. Ja. J&J. In jullie geval krijg je dan meteen 3 consumptiebonnen, omdat je toch het genoeg hebben genomen om te kunnen komen. En zover wonen jullie niet van onze huislocatie? Nee. Ik kan het zo nagaan hoor. Volgens mij is dat een... Van de HD naar... Tramaltus toch? Van de HD naar de GK toe. En dan van GK naar het KL toe. Hij heeft het over met je GK, je GEK en LED en de LED. GK 32?
Ja, dus? En de gekke koos? En dan de HD35. HD35, ja. Zal wel. Dat is leuk. Ja, maar de honden zijn HD-vrij gelukkig, met ontwormd. Ja, precies. Dat is mooi. Nou mensen, dank jullie wel voor het kijken. En abonneren is gratis, gewoon doen. Reactie achterlaten, ook leuk. Ja. En belletje aan, blijf het trouwen. Ja, dat weten ze nu wel. Deel op sociale media, dank jullie wel. En tot morgen. Doei.